Het onafhankelijk kiesbureau OKB organiseerde op 17 juli 2024 een voorlichtingsbijeenkomst voor verkiezingsactoren ter voorbereiding op de verkiezingen van het volgend jaar. Voorzitter Sheikh Ali Baks besprak het belang van universeel kiesrecht, vrije verkiezingen en intensief toezicht. Ook werden wijzigingen in de wetgeving zoals evenredige vertegenwoordiging toegelicht. Het OKB zal streng toezicht houden om een eerlijk en transparant verkiezingsproces te waarborgen. Deskundigen bespraken op 22 juli 2024 de aanpak van de grondproblematiek met president Santokki. Het bijna voltooide gedigitaliseerde systeem van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer werd geëvalueerd. Santokki benadrukte de urgentie van oplossingen en stelde een deadline van 31 december 2024. Het nieuwe systeem zal digitale afhandeling van aanvragen mogelijk maken en een helpdesk bieden. Meer personeel en middelen zijn nodig om aan de vraag te voldoen. Tijdens operatie Zero Tolerance van 18 tot 22 juli 2024 in Ikeri arresteerde de recherche meerdere personen en nam vermoedelijk drugs en illegale voorwerpen in beslag. De 21-jarige AP had vermoedelijk cocaïne en marijuana. De 34-jarige CR had scherpe patronen en een handboei. En de 30-jarige MS vermoedelijk hash. De politie zegt dat deze operatie voortduurt om de veiligheid te waarborgen en illegale activiteiten te bestrijden.